Goedemiddag en welkom. Voor degenen die mij nog niet kennen, ik ben Marloes Berg en bij Quint Thornton ben ik werkzaam als business coach. Ik hou me voornamelijk bezig bedrijven gezonder en winstgevender te krijgen en sinds de coronacrisis ook veerkrachtiger te maken. Dat doe ik niet alleen, maar samen met een team van in totaal 56.000 specialisten in meer dan 140 landen. We bieden dan ook zowel voor MKB-bedrijven als corporates uiteenlopende dienstverlening aan op het gebied van accountancy, belastingen en advisering. In de gesprekken met onze klanten merken we dat er veel behoefte is aan inzicht en ondersteuning in hoe we met deze crisissituatie om moeten gaan. En vandaag is alweer onze tweede webinar. Het thema is: hoe ga ik zorgvuldig om met personeel en hoe borg ik mijn cyberweerbaarheid? In het komende uur gaan we onder andere in op welke aanpassingen er mogelijk zijn in arbeidsvoorwaarden om zo thuiswerken te faciliteren. En wat kan ik als onderneming zelf doen om de risico's op het gebied van technologie te beperken? Met dit webinar proberen we echt praktische tips te geven op de weerbaarheid van organisaties om op een aantal cruciale onderwerpen te verhogen. Om zo goed mogelijk deze periode ook heen te komen. Ik doe dat niet alleen en word vandaag ook weer bijgestaan door een panel van experts van Grant Thornton, bestaande uit Niels Dekker. Hij is bij ons partner op het gebied van HR-services en Werner Alsemgeest. Hij is bij ons manager op het gebied van cyber risk services. Daarnaast staat er achter de schermen een team van experts klaar om al jullie vragen tijdens de live-uitzending te beantwoorden. Via de button vragen en antwoorden, rechtsboven in je beeld, kun je live vragen stellen via de chat. Je kunt de button herkennen aan het icoontje met vraagteken en het tekstwolkje eromheen. Uiteraard proberen we zoveel mogelijk vragen tijdens de webinar te beantwoorden. Nou, mocht dat niet lukken, dan zullen we aan de hand van de Q&A dit later aan jullie terugkoppelen. Net zoals de opname van dit webinar en de presentatieslides. Daarnaast ontvang je van dit webinar een enquête. En we zouden het ook enorm waarderen als jullie dat voor ons invullen. Voordat ik verder ga, wil ik nog een klein disclaimer meegeven. Momenteel bellen we allemaal in en zitten we niet met elkaar in één ruimte. Dus als het in de overgang nu even hapert, dan weet je hoe dat komt. Voor nu wens ik jullie veel plezier en dan geef ik het woord aan Niels Dekker. Goedemiddag, mijn naam is Niels Dekker. Ik ben partner van het Global Mobility Team van Grant Thornton, onderdeel van HR Services. Vandaag aan mij de eer om u te informeren over de gevolgen van de coronacrisis op uw personeel. Dit doen we vanuit verschillende disciplines: arbeidsrecht, fiscaal, pensioen, onder meer. En zoals gezegd, achter de schermen zitten een aantal specialisten op het gebied van deze specialiteiten om uw vragen te beantwoorden. Dus schoon val niet om die vragen te stellen. Maar laten we snel beginnen. Ik wil beginnen met de rechten en plichten voor de werkgever en de werknemer tijdens de coronamaatregelen. Dit zijn vooral juridische aspecten op grond van het arbeidsrecht en de arbowetgeving. Deze slides staan ook vooral in het teken van de zorgplicht van de werkgever en thuiswerken. Maar ook zal ik een aantal zaken behandelen, zoals verlof en de gevolgen voor en de mogelijkheden voor het variabele belonen. Nogmaals, stel gerust uw vragen tijdens de chat. Voor dit onderdeel hebben wij ook een deskundig arbeidsrecht specialist Anne zitten die uw vragen zoveel mogelijk probeert te beantwoorden. Ik begin met de rechten en plichten van de werkgever. De zorgplicht. Werkgevers hebben richting de werknemer een zorgplicht onder meer om een veilige werkomgeving te garanderen. Werkgevers moeten het personeel in dit kader goed voorlichten over het coronavirus. Werknemers moeten daarbij worden geïnformeerd over de hygiënevoorschriften en worden verzocht om bij beginnende ziekteverschijnselen niet meer op de werkplek te verschijnen. Ook moet de werknemer weten wat te doen als hij of zij besmet raakt met het coronavirus. De bedrijfsarts kan een belangrijke rol hierin spelen. Hij kan helpen om informatie over het coronavirus op te stellen, helpen met preventieve maatregelen op te stellen. En hij kan helpen met een soort beleid op te stellen, een soort policy tijdens deze moeilijke periode. Dan de volgende bullet, het instructierecht. De werkgever mag de werknemers verplichten om thuis te werken. Hij heeft namelijk een wettelijk instructierecht. Dit recht kan ook gebruikt worden om de al aangehaalde hygiënemaatregelen op de werkplek voor te schrijven. Of bijvoorbeeld om zakelijke reizen en vergaderingen te verbieden.
De werknemer moet deze instructies in redelijkheid volgen. Volgende bullet, de loondoorbetaling. Een werknemer heeft recht op doorbetaling van loon. Het maakt geen verschil als de werknemer geen arbeid kan verrichten. De enige uitzondering bestaat die hierop bestaat, is als de werknemer voor zijn rekening niet werkt. Bijvoorbeeld als hij onbetaald verlof besluit op te nemen. De werkgever zal het loon daarom moeten doorbetalen als de werknemer besmet raakt met corona, zoals bij andere ziektes. Of als de werknemer uit voorzorg in quarantaine moet gaan. En hetzelfde geldt voor de werknemer die thuis zit, maar niet in staat is om te werken, bijvoorbeeld horecapersoneel. Vakantierechten. Verplichten om verlof op te nemen. Je mag werknemers niet verplichten verlof of ADV op te nemen. Wel kun je gezien de bijzondere tijd in overleg gaan om het opnemen van verlof te stimuleren. Wettelijk gezien mag een werknemer zelf bepalen wanneer hij of zij verlof neemt, uiteraard in overleg met de werkgever. Als in de arbeidsvoorwaarden de mogelijkheid is opgenomen om enkele verplichte vakantiedagen vast te stellen, kunt u daar nu in deze tijden gebruik van maken. Intrekken vakantieaanvraag. Als de vakantiedagen zijn vastgesteld op verzoek van de werknemer, moet de werknemer deze in principe ook opnemen. De werkgever moet wel zwaarwegende omstandigheden hebben om niet mee te werken als de werknemer alsnog de aanvraag wil intrekken. Als de werkgever behoefte heeft aan de inzet van de werknemer, zal er niet snel sprake zijn van zo'n reden. Als het werk er niet meer is, bijvoorbeeld door de coronacrisis, kan het anders liggen. De werkgever kan zich vanwege deze crisis op het standpunt stellen niet mee te kunnen werken aan de intrekking, omdat de bedrijfseconomische gevolgen bijvoorbeeld ernstig zijn en het nu niet redelijk is om de verlofaanspraken verder op te laten lopen binnen de organisatie. Het vakantietoeslag, vakantiebijslag. De verplichting om vakantietoeslag te betalen is gebaseerd op de WML, de wet minimumloon en minimum vakantiebijslag. Uit deze wet volgt dat in de maand juni het vakantietoeslag moet worden uitgekeerd. Schriftelijk aan een ander moment worden afgesproken, zoals bij veel ondernemingen is dat mei. Het is in principe niet mogelijk om eenzijdig van deze afspraak af te wijken door later of niet te betalen. Dan gaan we nu verder met beloningsregelingen. Regelingen op het gebied van variabele beloningen, zoals bonus- en winstuitkeringen, bevatten veel een zogeheten discretionaire bevoegdheid. Dit betekent dat werkgevers tot op zekere hoogte zelf kunnen bepalen om in enig jaar wel of geen variabele beloning toe te kennen, dan wel uit te betalen. Indien de werkgever de variabele beloningsregeling, deze regeling geen discretionaire bevoegdheid heeft, is het lastig om de regeling af te schaffen in dit soort tijden of te wijzigen. De werkgever zou daarvoor wel een beroep kunnen doen op de eenzijdige wijzigingsbeding in de arbeidsovereenkomst als die er is. En wat ik ook hierbij wil opmerken is dat bij het verzoberen of afschaffen van een variabele beloningsregeling de ondernemingsraad soms instemmingsrecht heeft. Dan nu de volgende slide. Welke rechten hebben de werknemers? En dat ziet met name om verschillende soorten van recht op verlof. Calamiteitenverlof kunnen werknemers gebruiken als zij met een plotseling probleem te maken krijgen. Dit bijvoorbeeld als iemand in het gezin besmet raakt. Het verlof duurt zo lang als de werknemer nodig heeft om het probleem op te lossen. Dat kan enkele uren en hooguit enkele dagen zijn. Het plotseling sluiten van scholen of kinderopvang door het coronavirus kan zo'n probleem zijn. Het hangt wel af van de gezinssituatie af of het echt noodzakelijk is. Dat moet wel bekeken worden. Het loon moet tijdens het calamiteitenverlof volledig worden doorbetaald. Heeft een werknemer tijd nodig voor de zorg van een zieke partner of kind, dan ligt het opnemen van kortdurend zorgverlof met maximaal 70% loondoorbetaling voor maximaal 2 keer de arbeidsduur per week voor de hand. Als een werknemer zelfs langer wil of moet blijven thuis zonder te werken, dan wettelijk is toegestaan, dan zullen de werkgever en werknemer hier samen afspraken over moeten maken. Waaronder bijvoorbeeld het opnemen van onbetaald verlof of het opnemen van vakantiedagen. Maar omwille van de tijd ga ik niet nader in op de voorwaarden van de verlof, maar nogmaals, stel gerust uw vragen aan ons panel. Dan thuiswerken, het verplichten daarvan. De werkgever mag in principe bepalen waar de arbeid wordt verricht en kan de werknemer dus verplichten om thuis te werken. De werkgever moet er dan wel voor zorgen dat de werknemer überhaupt kan thuiswerken. Denk aan het faciliteren van toegang tot internet, een betere internetverbinding geven,
En in sommige gevallen moet zelfs nog eerst een laptop worden gegeven. Ook hier geldt dat de werkgever een bepaalde verplichting heeft om te zorgen voor een veilige werkomgeving. Het is in dit geval raadzaam om ervoor te zorgen dat de werknemer beschikt over een goede bureaustoel, een goed bureau, een beeldscherm op de juiste hoogte en goede verlichting. Zeker nu de lockdown weer is verlengd, is het voor de werkgever van belang dat hij zich voldoende inspant om klachten bij de werknemer te voorkomen. Dit uiteraard ten behoeve van ziektepreventie, maar ook om aansprakelijkheden in de toekomst te voorkomen. Gaan we verder naar de volgende slide. Dit deel van de presentatie gaat over de gevolgen van de coronamaatregelen op de arbeidsvoorwaarden. Het doel hier is om u vooral te informeren over de fiscale gevolgen. Er zitten namelijk fiscale haken en ogen verbonden aan het verstrekken van zaken om thuiswerken te faciliteren. Ook moet gelet worden op vaste kostenvergoedingen, zoals reiskostenvergoedingen of de vaste onkostenvergoeding. Deze zijn bedoeld voor werknemers die naar de werkplek reizen of die kosten maken tijdens dienstreizen. Het feit dat deze kosten niet meer worden gemaakt kan ertoe leiden dat deze vergoedingen fiscaal niet meer aanvaardbaar zijn. Ik kom hier zo op terug, maar ik begin met de gevolgen voor thuiswerken. Omdat veel werknemers momenteel gedwongen zijn om thuis te werken, ik heb het net al veel gezegd, zoals zij dit normaal niet of beperkt doen, besluiten veel werkgevers vanuit de zorgplicht, de arbeidswet, zoals ook net besproken, om de werknemers hierin te faciliteren. Werkgevers vergoeden of verstrekken in dit verband bijvoorbeeld laptops, beeldschermen en bureaustoelen. Dit kan gevolgen hebben voor de loonheffingen. En hiermee bedoel ik de heffing over het loon aan de werknemers die de werkgever via de payroll moet inhouden en afdragen aan de Belastingdienst. Als hoofdregel geldt namelijk dat alle vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers loon vormen waarover deze loonheffingen verschuldigd zijn. Er gelden echter gelukkig uitzonderingen. Er bestaan namelijk fiscale vrijstellingen voor vergoedingen en verstrekkingen. Ik bespreek hierna een aantal relevante vrijstellingen en de voorwaarden om hier een beroep op te kunnen doen. Ten eerste, de werkruimte thuis. Er geldt een fiscale faciliteit voor de werkruimte thuis. Deze biedt echter voor veel gevallen helaas geen soelaas. Er kan hier namelijk pas gebruik van worden gemaakt als het gaat om een zelfstandig gedeelte van de woning met een eigen opgang en zelfs een eigen sanitair. Dit komt helaas in de praktijk weinig voor. Wordt hier toch aan voldaan, dan is dit wel een hele gunstige regeling, want dan is het voor de werkgever mogelijk om zonder verdere fiscale gevolgen voorzieningen te treffen voor de werkruimte, zoals het ter beschikking stellen van meubilair en computerapparatuur, sommige dus onbelast. De volgende vrijstelling is de arbovoorziening. Want er geldt inderdaad een vrijstelling voor arbovoorzieningen. Daar geldt alle voorwaarden voor. Het moet gaan om voorziening die in redelijkheid deel uitmaakt van de verplichting op grond van de arbeidsomstandighedenwet. Een hele mond vol. Deze vrijstelling is ruimer waar het gaat om voorziening op de werkplek. Waartoe, zoals net besproken, een thuiswerkplek niet snel behoort. Toch vinden wij het verdedigbaar dat het faciliteren van een goede bureaustoel en onderzoek door een arbo-deskundige of de thuiswerkplek wel voldoet, onder deze vrijstelling vallen. Ik adviseer voor thuiswerken wel een policy op te stellen, zodat het thuiswerken ook deel uitmaakt van het arbo-plan van de werkgever. Hierdoor kan beter worden beargumenteerd dat de voorziening deel uitmaakt van de verplichtingen die uit de arbo-wet voortvloeien. En de voorzieningen zelf hoeven gelukkig, zoals de bureaustoel, niet concreet in het arbo-plan te worden opgenoemd, opgezond, zodat de werknemer ook niet daar te veel recht aan kan ontleden. Dan het noodzakelijkheidscriterium. Dit betreft het criterium dat is gesteld om onder andere mobiele telefoons, computers, laptop en bijbehorende apparatuur aan werknemers te verstrekken. De mobiel vergeet ik daarbij te noemen volgens mij. Om te kunnen voldoen aan dit criterium dient de vergoeding of verstrekking, en dat is weer een hele mooie definitie, van deze apparatuur in redelijkheid noodzakelijk te zijn voor de behoorlijke vervulling van de dienstbetrekking. Nou, kort gezegd, als een werknemer middelen nodig heeft om zijn werk te doen, dan mag dit onbelast op basis van dit criterium plaatsvinden. Er geldt wel de voorwaarde dat de werknemer geen eigen bijdrage aan dit middel mag geven, maar gelet op deze voorwaarden leent deze vrijstelling zich uitstekend voor om de werknemer een extra beeldscherm, laptop, printer te voeden of te verstrekken. Maar bijvoorbeeld ook een internetabonnement of sneller internet als hij dat nodig heeft. Let op, er geldt nog een voorwaarde die in de praktijk vaak gemist wordt. Als de werknemer de vergoede of verstrekte zaken niet meer nodig heeft, bijvoorbeeld als hij niet meer thuis hoeft te werken of uit dienst treedt,
dan moet hij de zaken weer inleveren of de restwaarde aan de werkgever betalen. Als het niet gebeurt, vormt de restwaarde lonen waarover loonheffingen zijn verschuldigd. De werkkostenregeling kan dan worden gebruikt om deze heffing alsnog te voorkomen, dan wel om de belasting te drukken. En ik kom zo terug op de werkkostenregelingen. Ten slotte hulpmiddelen. Er geldt nog een vrijstelling die voor computerapparatuur en mobiele telefoons kan worden gebruikt, ook in het kader van thuiswerken. Dit betreft de vrijstelling voor zogeheten hulpmiddelen. Deze hulpmiddelen moeten echt aantoonbaar 90% zakelijk of meer worden gebruikt. Omdat het moeilijk is om in de praktijk aan te tonen dat aan deze 90% zakelijkheidsnorm wordt voldaan, maken helaas weinig werkgevers gebruik van deze regeling. Maar het is dus een mogelijkheid die ik u nog wil meegeven. Dan zou ik nog terugkomen op de werkkostenregeling. Als niet aan de voorwaarden van de bovenstaande regeling wordt voldaan, vormt de vergoeding of verstrekking in het kader van thuiswerken te belasten loon. De werkkostenregeling kan dan wellicht worden gebruikt om belastingheffing over dit loon te voorkomen. Op basis van de werkkostenregeling blijven vergoedingen en verstrekkingen, namelijk tot een bepaald bedrag, beter bekend als de vrije ruimte, alsnog onbelast. Als er nog voldoende vrije ruimte is, kan dit gebruikt worden om loonheffing over die zaken te voorkomen. Maar bij een overschrijding van de vrije ruimte moet over meerdere 80% eindheffing door de werkgever worden afgedragen. Een behoorlijke extra last, wat als hoogtarief geld klinkt. Maar niettemin kan dit wel tot een belastingbesparing leiden. Dit leg ik als volgt uit. Als de werkgever besluit om de belasting over deze zaken voor zijn rekening te nemen, wat wel aannemelijk lijkt aan dit soort situaties waarin de werknemer gedwongen thuis moet werken, dan moet hij normaliter soms wel 108% belasting betalen voor de werknemers in het hoogste tariefschijf. Dat zijn zijn extra lasten. 80% afdragen via de werkkostenregeling is dan alsnog voordeliger. Dan, zoals aangekondigd, de kostenvergoedingen. Ik begin met de vaste reiskostenvergoeding. U mag als werkgever voor woon-werkverkeer een vaste reiskostenvergoeding betalen. Deze wordt berekend door het aantal woon-werkkilometers per dag te vermenigvuldigen met de bekende 90 cent per kilometer. En dit weer te vermenigvuldigen met het aantal werkdagen in die maand. De uitkomst mag u dus onbelast als vaste reiskostenvergoeding betalen. De werkgever hoeft dan geen rekening meer te houden met ziektedagen en vakantiedagen en andere dagen dat de werknemer niet naar zijn werkplek reist. Als voorwaarde geldt wel dat de werkgever aan het einde van het jaar moet nakalculeren. En dat wil zeggen de vergoeding afzetten tegen de werkelijk afgelegde woon-werkkilometers en deze af te zetten tegen de vergoeding. En als er een mismatch is, moet de vergoeding worden gecorrigeerd. Deze nakalculatie mag weer achterwege blijven als de werknemer op fulltime op minimaal 128 dagen per jaar naar een vaste werkplek reist. De werknemer komt dan altijd in aanmerking voor een onbelaste vergoeding voor alle werkdagen, ongeacht het aantal werkdagen dat hij daadwerkelijk naar zijn werkplek reist. Dus ook voor dagen dat hij ziek is, cursus heeft, thuiswerkt. En hierdoor is nakalculatie niet meer nodig. Normaal bezien mag een vaste reiskostenvergoeding niet doorlopen als de werknemer langdurig niet op kantoor aanwezig is. Te meer als hierdoor niet wordt voldaan aan het 128 dagen criterium. De staatssecretaris heeft maatregelen getroffen recent, zodat wijzigingen in het reispatroon als gevolg van de coronamaatregelen geen gevolg hebben voor de vaste reiskostenvergoeding, gelukkig. De werkgever kan deze tegemoetkoming ook toepassen voor een vaste reiskostenvergoeding met nakalculatie. Dit betekent dat de werkgever voor deze periode mag blijven uitgaan voor de aangenomen feiten waarop de vergoeding is gebaseerd. Dus als de werknemer op een dag naar zonder coronamaatregelen naar zijn werkplek had gereisd, dan mag hij op basis van deze tegemoetkoming, ook al zit hij thuis, toch die onbelastingvergoeding voor die dag krijgen. De vaste onkostenvergoeding. Onder voorwaarden is een vaste onkostenvergoeding fiscaal vrijgesteld. Deze is namelijk bedoeld om zakelijke kosten zoals maaltijden onderweg, het wassen van de auto, leaseauto en representatiekosten te dekken. Door de coronamaatregelen zullen veel werknemers weinig tot geen zakelijke kosten meer maken. De vraag is dan ook of de vaste onkostenvergoeding voor vrijgesteld van loonheffingen mag worden uitgekeerd. De Belastingdienst hanteert als stelregel dat indien de werknemer gedurende een langere tijd niet naar het werk komt en een vaste onkostenvergoeding ontvangt, de vergoeding nog tijdens de lopende maand en de kalendermaand daarna onbelast mag worden uitgekeerd. De reden voor de afwezigheid is daarbij niet relevant. Deze regel geldt tijdens vakantie, ziekte, verlof of, zoals nu, vermoedelijk ook voor thuiswerken in verband met de coronacrisis. Als u de vergoeding toch na deze periode van de grofweg 6 weken doorbetaalt,
Dan is de vergoeding belast of gaat het ten laste van de vrije ruimte voor de werkkostenregeling? Althans, dat is het standpunt dat de Belastingdienst waarschijnlijk snel inneemt. Het deel van de vergoeding dat ziet de kosten die door blijven lopen, denk aan een abonnement op een vakliteratuur, mag wel onbelast worden, blijven worden uitgekeerd tijdens deze periode. Ik sluit niet uit dat u ook een gunstige regeling met die belastinginspecteur kan maken over dit soort situaties. Dus neem al dan niet via uw adviseur contact met hem op. Dan ga ik nu over naar de volgende slide. De kostenbesparingen. De gevolgen van de coronamaatregelen dwingen bedrijven uiteraard om te overleven, dus flink op de kosten te besparen. De NOW, de compensatie voor de loonkosten van de overheid, is natuurlijk op dit moment de belangrijkste kostenbesparing op het gebied van personeel. Nou, dit is al in het vorige webinar uitvoerig besproken. Ik zal daarom volstaan met een korte update. De Tweede Kamer heeft namelijk op 16 april twee moties aangenomen, waarin de minister gevraagd wordt om te bekijken of de NOW-regeling kan worden uitgebreid. De eerste motie betreft de mogelijkheid om het omzetverlies op het niveau van werkmaatschappijen te bepalen en niet op concernniveau. Onder de huidige NOW-regeling moet het omzetverlies voor het hele concern bepaald worden. En hierdoor kunnen zwaar getroffen afzonderlijke werkmaatschappijen geen subsidie krijgen als het concern zijn totaal minder dan 20% omzetverlies heeft. Nou, dit vonden de Kamerleden geen goede situatie en de minister gaat kijken naar een andere oplossing. De tweede motie is de motie voor aanvullende maatregelen voor structureel werkbehoud bij organisaties met een seizoenspiek. De NOW pakt ongunstig uit voor dergelijke situaties voor organisaties. Denk aan horecabedrijven. En de minister moet ook op zoek naar betere oplossingen voor deze sector. Maar verder heeft de minister aangekondigd dat hij strengere voorwaarden voor de NOW niet kan uitsluiten als deze door de verlengde coronamaatregelen ook wordt verlengd. En de Kamer heeft hier ook om gevraagd, om een andere reden. Ze vinden dat deze compensatie niet eerlijk wordt verdeeld tussen de werkgevers die het hardst nodig hebben. Dus daar komt wel wat verscherping aan, denk ik, de komende weken en maanden. Nou, andere kostenbesparingen met betrekking tot personeel heb ik hier daarna opgezond. Ten eerste uiteraard de mogelijkheid om loonheffingen uit te stellen. Ook al eerder besproken. Wat ik nog wel kwijt wil, dat het niet alleen voor loonheffingen geldt, maar ook voor andere belastingsoorten. Dat het ook onder omstandigheden mogelijk is om pensioenpremie later af te dragen bij bepaalde pensioenfondsen. Uitstel is geen afstel. Uiteindelijk moet dit wel betaald worden. Maar dit is wel een mooie maatregel om de liquiditeitspositie van de organisatie op peil te houden. En voor financieren natuurlijk te voorkomen. Verder wil ik het verlagen van het gebruikelijk loon noemen. Kort gezegd moet een werknemer die 5% of meer aandelen in de onderneming houdt waarvoor hij werkt, minimaal een bepaald loon uitkeren. Dit bedrag moet gesteld worden op het loon dat gebruikelijk is in de situatie waarin een werknemer juist werkt en hij geen aandelenbelang heeft in zijn werkgever. Het loon van aanmerkelijk belanghouder mag nu tijdelijk worden verlaagd. En op die manier worden de kosten gedrukt. Aan het eind van het jaar mag uiteindelijk worden bezien wat het uiteindelijke loon is als de impact van de coronacrisis voor 2020 duidelijk is. Ten derde wil ik wijzen op de mogelijkheid om de werknemers nu te laten participeren in uw onderneming. Dus de werknemers de mogelijkheid bieden om aandelen van uw organisatie te kopen. Dit heeft een aantal voordelen, waaronder het positieve effect op de liquiditeitspositie. Bovendien is het een mooi middel om de werknemers te binden aan uw organisatie. Dus ter behoud van uw key talent. Er zitten hier wel de nodige haken en ogen aan. Dus laat u goed voorlichten als u dit overweegt of wil doen. Ten slotte wil ik wijzen op de mogelijkheden om te besparen op de arbeidsvoorwaarden. Verricht een brede analyse op lopende contracten met leasemaatschappijen, verzekeraars en fiscale optimalisatiemogelijkheden. Hier wil ik wel opmerken dat het pensioen vaak de duurste arbeidsvoorwaarde is. En als gevolg er vaak substantiële besparingsmaatregelen mogelijk zijn op de pensioenregeling. De mogelijkheden zijn wel afhankelijk van het soort pensioenregeling. Een paar voorbeelden die ik kan noemen: overgaan van een dure middelloonregeling naar een beschikbare premieregeling, verlagen van pensioenstaffels, verhogen van eigen bijdrage voor werknemers, het stoppen van andere toezeggingen binnen de regeling, zoals indexatie, AMW-jaarverzekeringen en misschien mogelijk aansluiten bij een andere bedrijfstak pensioenfonds met een sobere regeling, zoals TIP
het pensioen van uitzenders en detacheerders. Hierbij benadruk ik wel dat in alle gevallen de OR goedkeuring moet geven en of de werknemers, aangezien de arbeidsvoorwaarden pensioen wijzigt en arbeidsvoorwaarden niet zomaar gewijzigd kan worden. Maar daarbij moet wel gezegd worden dat in tijden dat het economisch minder rooskleurig is, is het maatregelen wel makkelijker te nemen zijn dan als je economisch de wind in de rug hebt. Ten slotte nog bij deze slide. De maatregelen die veel werkgevers nemen als eerste kostenbesparing. Het niet verlengen van aflopende contracten. Het kan natuurlijk een makkelijke manier zijn om kosten te besparen. De vraag is wel of het handig is. We komen de volgende slide terug op acyclische werving en selectie. De crisis kan namelijk ook kansen bieden om talent juist nu aan te trekken. Hetzelfde geldt natuurlijk voor het behouden van het talent. Bent u gedwongen om voor de korte termijn te gaan of heeft u juist ruimte om voor de lange termijn te gaan en te kijken naar de post-corona periode? In het laatste geval kunt u overwegen om kritisch te zijn met de beslissing om aflopende contracten niet te verlengen. Dit kunnen juist de medewerkers van de toekomst zijn. Bovendien kan het stoppen met dit soort contracten onvaste kosten met zich meebrengen. Zo moet sinds de invoering van de WLB, de Wet Arbeidsmarkt in Balans, transitievergoedingen ook betaald worden voor contracten die korter dan 24 maanden hebben geduurd. En ook kan het juist gunstig zijn om contracten voor bepaalde tijd om te zetten in onbepaalde tijd. Omdat contracten voor onbepaalde tijd een veel lagere WW-premie met zich meebrengen. Dus daar zit ook wel een kostenbesparingsmogelijkheid. Gaan we verder naar de volgende slide. Werving en selectie tijdens de coronamaatregelen. Dat ziet er natuurlijk ook heel anders uit tijdens een recessie. Wat zien we op de arbeidsmarkt? Vanzelfsprekend neemt het aantal uitstaande vacatures enorm af. De afname is recent zelfs op 30% berekend. Maar in bepaalde sectoren, waaronder IT, wordt gewoon doorgeworven. En natuurlijk zijn de vacatures in de zorg en andere sectoren waar essentiële beroepen zich bevinden toegenomen. En een ander aspect van de crisis is dat ZZP'ers gaan solliciteren op de vaste functies. Ze willen immers meer financiële zekerheid en kiezen voor een vast dienstverband. Aan de aanbodkant zie je dus een verschuiving van vast naar flex. Sorry, van flex naar vast. Wat zijn de kansen voor werkgevers? Ga anticyclisch recruiten. Met andere woorden, zoek nu al de mensen die je na de crisis nodig hebt. Tenminste, als je beschikt over de financiële slagkracht. Besteed juist nu tijd aan je employer branding en talent pooling. Dan sta je vooraan bij je doelgroep als de crisis voorbij is. Bovendien, veel mensen zijn nu constant online. Nog meer kans dus om een blijvende indruk te maken als je nu moeite hebt om gevonden te worden. En is jouw doelgroep schaars. Nu de concurrentie minder is, maak je sneller contact met je doelgroep. De aantallen reacties op je vacatures gaan omhoog. En maak in je vacaturetekst duidelijk hoe jouw organisatie scoort op flexibiliteit en thuiswerken. Ook wat er wordt verwacht met betrekking tot reizen. Daarnaast is de tijd voor bezinning aangebroken. Mensen gaan op dit moment thuis na wat belangrijk voor ze is en niet. Zet daar in je wervingscampagnes volop in. Dus leg de nadruk op de relevantie van de functie en op het maatschappelijk verantwoord ondernemen als dat van toepassing is. Bovendien, voor sociale media campagnes geldt nu dat de kost per klik laag is, dus het hoeft steeds duur te zijn. Ook ziet het hele recruitmentproces er anders uit tijdens deze maatregelen uiteraard. Sollicitaties gaan online. Vertel sollicitaties uitgebreid over hoe het sollicitatieproces gaat lopen in verband met alle maatregelen. Bereid sollicitanten goed voor op videocalls. Leg vooruit goed uit hoe het werkt. Ook kan er natuurlijk fysiek niet geboord worden als mensen uiteindelijk worden aangenomen. Stuur bijvoorbeeld dan een welkomstpakket op met een laptop, een mobiel voorlichtingsmateriaal over die systemen en organisatie. Een andere tip, maak een digitaal kennismakingsprogramma voor de eerste 2 weken. Bijvoorbeeld ook om de directe collega's goed te leren kennen. Kijk even naar de tijd. Ik heb nog 1 slide. Ik ga die proberen kort te bespreken. Die staat in het teken van grensoverschrijdende arbeid. Thuiswerken in verband met corona kan ook gevolgen hebben voor de buitenlandse werknemers. Het eerste voorbeeld dat ik uit mijn eigen praktijk wil noemen is als de werknemer die langer in Nederland aanwezig is dan gepland. Nou, dit kan belastingplicht in Nederland creëren, waardoor je onverwachts belasting in Nederland moet betalen en het af moet dragen als werkgever. En ook kan dit ertoe leiden dat de werknemer in Nederland sociaal verzekerd raakt
met afslag van de Nederlandse sociale premies tot gevolg. Een ander voorbeeld uit de praktijk die we vaak zien is dat een werknemer terugreist naar zijn woonland, maar wel zijn salaris doorbetaald krijgt. En soms werkt hij thuis vanuit huis en soms niet, omdat hij bijvoorbeeld ziek is, niet kan thuiswerken of voor de werkgever om de noodsteun, de NOW, te behouden. Want dan mag je werknemer niet ontslaan. Als de werknemer thuis in zijn woonland werkt, kan het tot belasting of extra belastingheffing leiden in zijn woonland. Dus als werkgever moet je kijken of je daar ook een rol in moet spelen. Je moet de werknemer hier natuurlijk over informeren en het kan impact hebben op zijn netto. Of als je net een afspraak hebt, zelfs op de loonkosten. Dit hoeft overigens niet als de werknemer naar Duitsland teruggekeerd is. Nederland heeft met Duitsland afspraken gemaakt dat tijdelijk dit effect ongedaan gemaakt kan worden. Als de werknemer niet werkt, dan claimt Nederland waarschijnlijk wel het heffingsrecht over die salarisbetalingen. Er wordt naar analogie gezegd dat de salarisbetalingen, omdat de werknemer niet werkt, toegerekend moeten worden aan de periode dat de werknemer wel in Nederland heeft gewerkt. Toen Nederland wel heffingsrecht had. En zal ook dus het salaris in die periode in Nederland belast moeten worden. De werknemer kan ook onbedoeld weer sociaal verzekerd raken in zijn woonland. Als hij ervoor in Nederland sociaal verzekerd was. En ik heb erbij uitdrukkelijk gezegd, indien buiten EU. Omdat alle EU-landen met elkaar afspraken hebben gemaakt. Dat op dit moment de sociale zekerheid van toepassing is. Die ook geldt voor de coronamaatregelen. Als de werknemer bijvoorbeeld terug naar Amerika gaat. En hij was sociaal verzekerd daarvoor. Kan het zo zijn, ook al komt hij straks terug, dat hij nu toch sociaal verzekerd is in Amerika, met sociale last in Amerika als gevolg. Een ander aandachtspunt hierbij is, als de werknemer in het buitenland zit, en er is bijvoorbeeld een A1-verklaring aangevraagd, een verklaring die juist zegt dat hij sociaal verzekerd blijft in zijn woonland. Nou, vraagt hij straks opnieuw in als hij vraagt die verklaring straks opnieuw aan. Want er zit een termijn aan en als die verklaring opnieuw wordt aangevraagd, dan red je de maximale termijn. Hetzelfde geldt voor de 30% regeling, een gunstige regeling voor expats. Deze regeling heeft ook een periode. Als de werknemer tijdelijk in het buitenland belasting gaat betalen, ja, dan zal hij, als hij teruggaat, die regeling opnieuw moeten aanvragen. Anders wordt hij gekort. Of erger nog, zijn oude beschikking is niet geldig. En dan past hij misschien ten onrechte de 30% regeling toe. Laatste punt van mijn presentatie. De categorie die wij noemen de business travelers, de zakenreizigers die over de hele wereld vanwege een Europese of mondiale rol zich normaal reizen, maar nu ook gedwongen zijn om thuis te werken. Nou, vaak hebben die te maken met wat wij noemen salary split, dat ze in meerdere landen belasting betalen. Nou, door thuiswerken kan de uitkomst van zo'n split kan anders zijn. Kan meer belasting moeten betalen in Nederland of juist in een ander land als die daar nu past iets vanwege de lockdown. Dus kijk er goed naar. Normaal kan zo'n situatie ook impact weer hebben op die sociale zekerheid. Maar binnen de EU is het ook hier het geval niet. Maar buiten de EU kan het wel een issue zijn. Dus kijk vooral ook voor deze gevallen naar de sociale zekerheid. Nou, dit was mijn presentatie. Superleuk om gedaan te hebben. En dan gaan we nu denk ik over naar het volgende onderwerp. Dankjewel Niels. Nu gaan we eigenlijk een andere kant bekijken. In dit geval gaat het dus over cyberweerbaarheid. Mijn naam is Werner Alsgeest. Ik hou me bezig met het beschermen van organisaties tegen cyberaanvallen. Denk hier bijvoorbeeld aan het monitoren van een netwerk om te kijken of er afwijkend gedrag in het netwerk plaatsvindt. Maar denk ook aan het testen van security van een nieuwe omgeving, een nieuwe website, een systeem om kwetsbaarheden te vinden, zodat we die kunnen oplossen. Voordat eigenlijk kwaadwillenden ze kunnen misbruiken. Dit doen we eigenlijk een beetje onder dezelfde aanpak die hackers hanteren. Dus we proberen eigenlijk via dezelfde manier te werk te gaan. Dus als hackers binnen kunnen komen, proberen wij eigenlijk ook binnen te komen. Dus we proberen eigenlijk deuren te vinden in organisaties om naar binnen te raken. En vandaag wil ik het ook hebben over de veranderingen die corona ook op het gebied van cyber hebben weergebracht. Dus ik zou graag naar de volgende slide willen. Organisaties hebben zich de afgelopen tijd aangepast. Mensen hebben zich aangepast op een nieuwe manier te kunnen werken. Je moet tegenwoordig vanuit huis werken.
En mensen hebben zich redelijk snel kunnen aanpassen, maar helaas hebben ook cybercriminelen zich redelijk snel kunnen aanpassen. Want ze proberen toch weer misbruik te maken van deze nieuwe situatie. En aangezien het even waarschijnlijk voor een tijdje de nieuwe normaal is, moeten we ook kijken hoe we ons hier tegen kunnen beschermen. Dus ik wil eerst even beginnen met wat zijn dan de nieuwe risico's en uitdagingen op het gebied van cybersecurity. En zo meteen gaan we kijken van hoe kunnen we dan ons hier tegen beschermen. Wat voor middelen zijn hiervoor beschikbaar? Ik had net over inderdaad over dat cybercriminelen misbruik maken van deze situatie. Dat zien we onder andere ook in het gebruik van zoektermen. Dus bedrijven zoals Google bieden hun zoektermen publiek aan op internet. En dan zie je dus ook waarop mensen aan het zoeken zijn. Je ziet in de afgelopen maanden natuurlijk een hele grote groei dat mensen zoeken naar corona gerelateerde artikelen. Of bijvoorbeeld op zoek zijn naar het RIVM. En daar maken hackers ook misbruik van, want ze zien dus ook dat mensen zoeken naar bijvoorbeeld coronakaarten. Mensen willen graag zien waar in de wereld corona zich verspreidt. Dus wat dan criminelen doen, is eigenlijk die informatie gebruiken om zelf zo'n coronakaart te maken. Deze coronakaart is dan niet bedoeld om mensen te informeren, maar deze coronakaart is bedoeld om eigenlijk malware te verspreiden. Of voor te zorgen dat mensen op een phishing linkje klikken. En dus gaan ze eigenlijk heel erg slim mee om. Daarnaast zien we ook dat ze heel veel mobiele applicaties maken. Dus tegenwoordig kan je heel makkelijk in de Play Store of in de iOS App Store applicaties downloaden. En ze proberen dus ook corona gerelateerde applicaties te maken. Dus daar moeten mensen voorzichtig mee omgaan. Dat ze niet zomaar elke willekeurige app installeren. Omdat die apps dus ook proberen persoonlijke gegevens te onderscheppen of om malware te verspreiden. Daarnaast zien we ook een hele grote groei in nieuwe domeinnamen. Dus eigenlijk nieuwe websites die corona gerelateerd zijn. Dus er staat bijvoorbeeld de naam coronavirus.com in een domeinnaam. En die worden ook heel vaak gebruikt om malware of phishing te versturen. Dus daar moeten we eigenlijk extra alert op zijn dat we niet zomaar op elk linkje klikken of elke app openen die corona gerelateerd is. En je ziet het niet eigenlijk alleen op digitaal vlak, maar ze proberen ook op fysiek vlak hier misbruik van te maken. Een paar weken geleden was bijvoorbeeld het nieuws dat er een zogenaamde corona bankpas was uitgekomen, waardoor je minder snel besmet zou worden. Dus eigenlijk op verschillende kanalen en verschillende manieren proberen ze daar informatie te achterhalen. Denk ook bijvoorbeeld aan WhatsApp, maar ook fraude voor de corona-uitkeringen. En we zien ook bijvoorbeeld een hele grote aanval op zorginstellingen. Wat we nog meer zien is dat ook veel meer websites worden aangevallen. Aanvallers proberen toegang te krijgen tot websites en die websites dan weer te gebruiken om corona gerelateerde artikelen te verkopen of bijvoorbeeld medicijnen te verkopen. Dus er is eigenlijk momenteel heel veel fraude en oplichting gaat er rond in de wereld en er wordt ook heel veel misinformatie verspreid. Denk bijvoorbeeld ook aan het 5G nieuws dat de laatste tijd de ronde gaat. Dat 5G mogelijk de oorzaak zou kunnen zijn voor het coronavirus. En dat is eigenlijk helemaal niet feitelijk onderbouwd. Maar eigenlijk door dit soort termen die ze in het nieuws brengen, klikken mensen heel snel op. Want ze willen er alles over weten. En dat is eigenlijk de manier waarop ze meer mensen proberen te besmetten op het gebied van malware of phishing. Naast eigenlijk een verandering bij cybercriminelen zien we ook een verandering in de manier van werken. Dus voorheen ging iedereen naar kantoor en werkte daar achter een computer of laptop en kon daar veilig zijn werk doen. Echter zijn nu heel veel mensen thuis aan het werk en dat betekent ook dat de capaciteit eigenlijk vanuit het kantoor verplaatst is naar remote oplossingen. Omdat nu mensen vanuit hun thuissituatie moeten kunnen verbinden met het kantoornetwerk. Dus we zien een hele grote groei in thuiswerkoplossingen, zoals bijvoorbeeld VPN-verbindingen of videoconferentieoplossingen. Helaas zie je dan ook gelijk weer bij die videoconferentieoplossingen dat daar ook niet altijd alles helemaal veilig gaat. Misschien heb je meegekregen de afgelopen weken dat er ook veel nieuws is op het gebied van de applicatie Zoom. Dat daar een paar bekende kwetsbaarheden zijn bekendgeraakt die mogelijk misbruikt kunnen worden om mee te kijken. Dus daar moeten we ook nog steeds voorzichtig mee omgaan en niet zomaar opeens nieuwe diensten vanaf het internet gaan kopen zonder dat we precies weten wat het doet en zonder dat we goed naar de security hebben gekeken. Tot slot zie ik ook dat niet elke organisatie even goed voorbereid was op deze situatie en dat noodgedwongen mensen misschien ook op privéapparatuur moeten gaan werken.
waarvoor ze in de eerdere situatie gewoon naar kantoor gingen en daar een systeem kregen waar ze op konden werken. En dan zien we toch dat die privéapparatuur vaak minder goed beveiligd is dan een zakelijke laptop. En er staat bijvoorbeeld niet altijd antivirus op, misschien is het niet altijd up-to-date. En daarbij zien we ook nog dat vaak die privéapparatuur verbonden wordt met het zakelijke netwerk. En stel dus dat je privéapparaat besmet is met malware, dan heb je dus ook kans dat het verspreidt naar het bedrijfsnetwerk. En dat is dus wat je wil voorkomen. Tot slot zien we ook nog, omdat mensen in een andere werkomgeving werken, dat ze ook te maken hebben met eigenlijk nieuwe uitdagingen, nieuwe risico's. En dat bedoel ik niet zozeer de cybercriminelen, maar bijvoorbeeld ook kinderen die opeens bij de laptop kunnen van de zaak. En je wil natuurlijk ook voorkomen dat kinderen bijvoorbeeld informatie verwijderen of informatie zien die je niet wil hebben of die je niet wil delen of misschien je partner. Het blijft natuurlijk wel zakelijke gevoelige informatie die je niet altijd wil delen met iedereen. Dus daar moet ook op gelet worden. Ik had het net al even over, er worden dus ook heel snel nieuwe oplossingen of faciliteiten aangeschaft omdat iedereen toch wil doorwerken. En daarbij wordt niet altijd goed gekeken wat voor privacy impact heeft het, wat voor security impact heeft het. Maar traditioneel gezien als een nieuwe dienst wordt aangeschaft, dat er vaak stapsgewijs wordt gekeken hoe is de security ingericht, hoe is de privacy ingericht, waar staat de data. Zie je toch, omdat mensen snel door willen gaan, dat ze eigenlijk een paar binnendoorwegjes nemen en gewoon die diensten afnemen, misschien zelfs zonder overleg met IT. Waardoor dus ook minder goed gekeken wordt naar de risico's die er lopen. En we zien ook dat in plaats van zakelijke oplossingen bijvoorbeeld ook privéoplossingen worden gebruikt. Een ander voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld de app House Party. Die heel leuk is om met kinderen in een grote groep te gaan videobellen. Maar misschien is het toch wat minder handig om dat zakelijk te gaan doen met je klanten. En daardoor is eigenlijk een beetje minder controle over alle nieuwe diensten die afgenomen zijn. Tot slot zien we ook nog dat eigenlijk de investering in security en de prioriteit van security iets gedaald is. Dus er wordt minder geld gestoken in bijvoorbeeld nieuwe security oplossingen. Er wordt minder gekeken naar bijvoorbeeld cybersecurity monitoring. En er wordt ook minder prioriteit aangegeven omdat de prioriteit nu wordt gegeven aan het door laten werken. En daardoor wordt ook de kans groter dat mensen hier misbruik van kunnen maken. Dan hebben we nu eigenlijk voornamelijk gehad over wat zijn de risico's. En nu gaan we ook even kijken, wat zou je er als organisatie aan kunnen doen? Dan zou ik graag naar de volgende slide willen. Want het is niet zo dat we helemaal achterover kunnen leunen en niks kunnen doen en maar afwachten tot het misgaat. Er zijn zeker stappen die we zelf kunnen ondernemen. Eerst ga ik even op hoog niveau doorheen en eigenlijk zometeen wil ik er nog iets dieper op ingaan om een paar concrete dingen mee te geven waarmee je zelf bij wijze van vandaag of volgende week aan de slag kan gaan om toch maar dat level, dat niveau van cybersecurity iets kan verbeteren. Ten eerste is het denk ik heel belangrijk dat we op een andere manier moeten gaan denken. Dus voorheen hadden we een mooie kantoororganisatie waar iedereen heen kon, waar alle systemen veilig achter slot en grendel stonden en er waren misschien toegangspasjes voor het kantoor. Maar die situatie bestaat nu niet meer. Dus in plaats van kantoor beveiligen met een grote muur eromheen, zitten eigenlijk mensen overal te werken op verschillende systemen, op privésystemen, misschien mobiele apparaten, waar we van tevoren niet over na hadden gedacht. Dus daarvoor moeten we eigenlijk ook de security aanpak aanpassen aan de nieuwe situatie. Dus in plaats van één veilige plek te creëren met een grote muur eromheen, moeten we eigenlijk gaan kijken of we elk systeem kunnen beschermen. Eigenlijk alle gegevens wil je beschermen, ongeacht waar ze ook zijn. En daardoor moet je dus ook waarschijnlijk nieuwe hulpmiddelen inschakelen om ook die gegevens die dus niet op kantoor zijn te beschermen. En wat ook heel belangrijk is om al die gegevens en die systemen te kunnen beschermen, is eerst ook weten wat voor systemen er worden gebruikt. Dus we moeten ook eigenlijk een stukje monitoring verhogen. En het voordeel van monitoring is dat je dus weet wie is er verbonden met me. Organisaties met het netwerk en waar staan mijn gegevens opgeslagen. Tot slot willen we ook naar de capaciteit kijken, want de capaciteit van bijvoorbeeld systemen waarmee op afstand wordt gewerkt is veranderd. In het begin werkten misschien maar 10 mensen thuis, maar nu kan het wel zo zijn dat er wel 100 mensen thuis werken. En dat betekent ook dat je aan de kant van de thuiswerkoplossingen mee moet schalen met de groei van de organisatie.
En uiteraard moeten ook al die nieuwe thuiswerkoplossingen die aangeschaft worden, getest worden. En dan moet je niet alleen testen of het werkt, maar ook kijken qua security problemen. Of er dus geen security lekken in zit. Dit kan je natuurlijk laten testen, maar je kan ook zeker zelf een kort onderzoek doen om te kijken of die diensten bijvoorbeeld recent in het nieuws zijn gekomen met cybersecurity kwetsbaarheden. Zoals bijvoorbeeld die videooplossing Zoom die ik eerder noemde, dat die de afgelopen weken best veel in het nieuws is met kwetsbaarheden. Dan kan je natuurlijk even goed nadenken van is het wel handig dat ik deze oplossing nu gebruik om zakelijke gesprekken te doen. Wat ook heel belangrijk is, is dat er nog goed gekeken wordt naar eigenlijk de backup en uitwijkmogelijkheden. Omdat eigenlijk voor veel organisaties thuiswerken de backup mogelijkheid was. Dus stel dat de organisatie een incident heeft en kan niet meer naar kantoor toe. Dan was eigenlijk de uitwijkmogelijkheid van ga maar thuiswerken en wij zorgen ervoor dat jullie thuis verder kunnen werken. Echter is het nu de nieuwe situatie geworden. Waardoor we eigenlijk na moeten denken over wat wordt dan de nieuwe uitwijkmogelijkheid. Stel dat mensen niet meer thuis kunnen werken. Stel dat ze niet meer kunnen verbinden met die VPN-tunnel. Of stel bijvoorbeeld dat de diensten van Microsoft niet meer beschikbaar is waar ik gebruik van maak. Hoe zorg ik dan toch voor dat mensen hun werkzaamheden door kunnen zetten? Dus daar moet goed over nagedacht worden. En tenslotte, omdat er dus ook heel veel nieuwe kanalen aan het aansluiten zijn, heel veel nieuwe diensten aan het afnemen zijn, moeten we daar goed op monitoren wie eigenlijk gebruik maakt van die diensten en of dat wel de juiste mensen zijn. In het vorige slide had ik het ook even over nieuwe risico's dat mensen met hun privé laptop dus verbinden met het kantoornetwerk. En dat willen ze eigenlijk ook monitoren om voor te voorkomen dat er dus te veel verkeer of kwaadaardig verkeer vanaf het privéomgeving, dus vanuit de thuissituatie van iemand, dat het naar de organisatie toe gaat. En dat wil je dus monitoren, zien wie de verbinding maakt, maar ook kijken, zit er afwijkend gedrag in die verbindingen. Daarnaast wil je ook nog de richtlijnen omtrent informatiebeveiliging updaten, omdat die misschien niet helemaal toegespitst zijn op de huidige situatie. We werken dus nu allemaal thuis, maar is er wel genoeg nagedacht in het beleid destijds over hoe mensen veilig thuis kunnen werken? Misschien staat heel thuiswerken er nog niet in beschreven en dan kan je dus dat updaten, zodat je de mensen die ermee werken ook veilig eigenlijk die richtlijnen kunnen volgen om thuis te werken. Want als ze geen handvaten hebben, weten werknemers eigenlijk ook niet hoe ze veilig thuis moeten werken. Je hebt het al een paar keer over gehad, dus de nieuwe aangeschafte diensten verifiëren of ze doen aan beveiligingseisen. Niet zomaar blind allemaal diensten kopen, maar nu ook even een momentje rust nemen om te kijken, wat is er de afgelopen tijd aangeschaft voor nieuwe diensten? En voldoen die eigenlijk wel aan ons cybersecurity beleid? Voldoen die wel aan onze security eisen? En zo niet testen of vergelijken of ze doen en stuur bijvoorbeeld werknemers naar een oplossing die wel werkt. Dus stel dat de organisatie al gebruik maakt van Office 365 en al Teams heeft, maar ook werknemers toch WhatsApp gebruiken. Misschien moet je ze informeren over de mogelijkheid dat er ook binnen de organisatie een goede oplossing is om te videobellen. Dus ik denk dat we de thuiswerkers ook een stukje moeten helpen met het beschermen van hun privéomgeving of hun privénetwerk. Want zij hebben natuurlijk, we zitten ook in een situatie waar ze nog niet eerder te maken mee hadden gehad. Dus we kunnen werknemers helpen om misschien een stukje software te geven of een stukje support te geven door IT-personeel om ervoor te zorgen dat ze thuis ook veilig kunnen werken. En je ziet bijvoorbeeld wel dat organisaties medewerkers een beeldscherm geven of misschien mogen ze wel een stoel vanuit de organisatie meenemen om thuis te kunnen werken. Dat wordt vaak wel geleverd. We zien eigenlijk nog heel weinig dat er ook cybersecurity beschermingsmaatregelen worden geleverd om de mensen en de gegevens die thuis worden verwerkt ook te beschermen. Ja, en we hadden het in de vorige slide er heel veel over. Cybercriminelen maken dus misbruik van deze situatie door onder andere phishing te versturen, kwaadaardige applicaties te maken. Zorg ervoor dat de mensen ook bewust zijn van deze dingen die gebeuren momenteel, zodat zij zich kunnen beschermen tegen phishing, zodat mensen weten hoe ze moeten detecteren en ervoor kunnen zorgen dat ze dus geen informatie lekken tijdens een phishingpoging. Dit is eigenlijk een beetje de hoogover stappen die je zou kunnen nemen om risico's te beperken. Ik probeer nu nog even één slagje dieper te gaan en misschien wat concrete handvaten te geven die je zelf zou kunnen doen als onderneming. En het doel daarbij is eigenlijk om snel en simpel die basisbeveiliging op orde te krijgen.
En ik denk dat de basisbeveiliging het belangrijkste is, want dat is eigenlijk je fundatie, je fundering, waarbij je eigenlijk je andere security blokken opbouwt. En zolang je fundering niet op orde is, is de grote kans dat het een keer mis zal gaan. Zelf doe ik ook incident response. Dan worden wij dus gebeld als het eigenlijk al misgegaan is bij een organisatie. Dan worden wij gebeld om die organisatie te helpen tijdens bijvoorbeeld een ransomware aanval. Om toch maar te kijken of ze data terug kunnen krijgen. En voor te zorgen dat ze weer snel up and running kunnen zijn. Dan zien we toch vaak dat het eigenlijk helemaal geen intelligente cybercriminelen die door de China gesteund werd. Maar dat eigenlijk simpele bewijzen van, ze noemen dat script kiddies. Mensen die gewoon een tooltje aftrappen en toegang hebben weten te krijgen. Omdat die basisbeveiliging niet op orde was. En bij basisbeveiliging moet je bijvoorbeeld denken aan software die niet op orde was, die niet up-to-date was, of dat de standaard wachtwoorden niet waren aangepast. En dat zijn dus de belangrijkste punten om mee te beginnen. Begin met de basisbeveiliging en bereid je eigenlijk voor op een misser. En daarbij moet je denk ik ook heel erg een balans zoeken tussen de bescherming en nut. Er zijn heel veel security oplossingen, maar het heeft helemaal geen nut om blind allemaal security oplossingen te kopen, om maar te denken dat je veiliger wordt. Begin met de basis en bouw het vanaf daaruit verder op. En denk ook gelijk niet dat je ooit 100% veilig kan zijn. Dus ondanks hoeveel maatregelen je ook neemt, hou in je achterhoofd dat het altijd een keer mis zou kunnen gaan. Om toch snel die basisbeveiliging nu snel simpel in orde te krijgen, in verband met dus de verhoogde activiteit van onder andere cyberaanvallen en cybercriminaliteit, heb ik geprobeerd eigenlijk in 4 gebieden een paar concrete punten te geven. En die gaan we nu even langs. Als we kijken naar het bescherming van het netwerk, dat is eigenlijk de plek waar eigenlijk alles bij elkaar verbonden wordt. Het netwerk is eigenlijk de rode draad in de organisatie, waarbij je systemen op aangesloten zijn, maar ook je printers, scanners, camera's, misschien zelfs je koelkast. En daar wil je eigenlijk inzicht in op hebben. Wat is er nu eigenlijk verbonden met die organisatie? En daar zijn hele mooie oplossingen voor die misschien al in de organisatie aanwezig zijn, maar van organisaties niet bewust van zijn. Zo kunnen systemen als bijvoorbeeld firewalls vaak heel goed inzicht geven in wie er verbonden is met je organisatie. Mocht je toch zelf iets willen doen, heel simpel. Er is een appje beschikbaar voor je telefoon, onder andere voor Android en iOS. Kan je gewoon via de Play Store downloaden. En dat appje helpt je om een scan te doen in het netwerk, om een beetje een idee te krijgen wat is er verbonden met mijn netwerk. De app heet Fing, F-I-N-G. Is gewoon gratis te downloaden. En dan moet je wel natuurlijk een keer verbonden zijn met je netwerk. Maar je kan bijvoorbeeld ook proberen op je thuisnetwerk. Doe je een scan. En dan zie je dus een lijstje van eigenlijk alle systemen die je in het netwerk bevinden. En dan kan je dus gelijk verifiëren van, verwacht ik dit systeem in mijn netwerk? Of is het misschien een derde partij die ik helemaal niet verwacht in mijn netwerk? En dan zou je dus wat gericht vragen kunnen stellen aan die partij. Waarom is dat systeem verbonden met het netwerk? Tweede gebied is het beschermen van de internet. Internet is nu natuurlijk super belangrijk, omdat we eigenlijk alles via het internet doen. En daarbij wil je dus 1 inzicht krijgen in alle gebruikte diensten die dus nu misschien nieuw zijn aangeschaft of al bestonden. Kijken welke diensten werknemers gebruiken. Kan je gewoon een lijstje van maken. Misschien vragen aan werknemers van welke diensten maak je nu gebruik van online. Welke videodiensten of wat gebruik je om bestanden te delen. Maak er een lijstje van en verifieer van die diensten of ze eigenlijk in lijn zijn met het beleid die je van tevoren bedacht hebt. Of kijk online waar die dienst vandaan komt. Is het misschien een Amerikaanse dienst? En zo als het een Amerikaanse dienst is, hoe kan ik dan weten waar mijn data wordt opgeslagen? Blijft mijn data bijvoorbeeld wel in de Europese Unie? En dat soort dingen wil je eigenlijk weten om ook te voldoen aan onder andere de AVG. En al die nieuwe communicatiekanalen wil je eigenlijk ook monitoren. Dat zou bijvoorbeeld ook kunnen met een moderne firewall, hebben daar ook mogelijkheden voor. Of daar zou je hulp voor kunnen inschakelen om eens een keer te kijken, wat voor verkeer gaat er naar mijn organisatie nu toe? Wie is er verbonden met mijn organisatie? Wat komt er vanaf privé en thuisadressen naar de organisatie? Maar ook andersom, wat gaat er vanuit de organisatie naar buiten? En is dat verkeer die je zou verwachten? Daarnaast weer ook de systemen beschermen, want uiteindelijk, dat is de plek waar iedereen op werkt. Iedereen werkt op systemen die dus overal ter wereld nu thuis zitten of onderweg zijn. Of misschien toch nog een paar op kantoor zitten. Daarbij is het belangrijk om in ieder geval de software te updaten. En denk dan niet alleen aan Windows updates, dus besturingsupdates. Maar denk ook aan het updaten van third-party software. Dus eigenlijk oplossingen die
op het systeem zijn geïnstalleerd, zoals een browser, bijvoorbeeld de Chrome browser, Firefox, maar ook applicaties zoals Microsoft Word, Adobe Reader, et cetera, et cetera. Die zouden geüpdate moeten worden om te voorkomen dat aanvallers misbruik maken van verouderde software. Want bijna wekelijks komen eigenlijk kwetsbaarheden uit die software, in die software, en die weer dus oplossen voordat iemand het kan misbruiken. En maak ook gebruik van endpoint protection software. Misschien heb je er wel eens eerder van gehoord, misschien niet. Het is eigenlijk een stukje antivirus software met nog iets erbij. Dus antivirus software zoekt eigenlijk alleen naar virussen. Endpoint protection gaat eigenlijk nog een stap verder. Die zoekt onder andere naar virussen en malware. Maar die kan ook veel betere bescherming bieden tegen onder andere phishing aanvallen. En die kan ook bijvoorbeeld helpen om te zien dat niet alle software op een systeem up-to-date is. Dus je kan een lijst uitdraaien eigenlijk van welke software is verouderd. Maar je kan ook kijken naar configuratiefouten. En dit is iets wat je dus ook aan je medewerkers zou kunnen bieden. En dat is eigenlijk gelijk het laatste gedeelte. Help eigenlijk de mensen die dus thuis werken met een stukje security. Want die zijn er waarschijnlijk niet van bewust dat er ook nieuwe risico's zijn. Dus geef bijvoorbeeld dat stukje software die je normaal gesproken zakelijk gebruikt. Ook beschikbaar voor privécomputers. Mochten mensen dus op een privéapparaat werken. Zodat ze ook die privécomputer kunnen beschermen. En maak ze dus ook bewust wat we eerder vertelden over die phishing aanvallen. Zodat ze zich daar ook beter tegen kunnen beschermen. Het kan heel simpel zijn van een mailtje sturen met waar ze op moeten letten. Er zijn ook hele mooie voorbeelden beschikbaar online. Van onder andere het NCSC, maar ook veiligbankieren.nl en de Consumentenbond hebben een mooi verhaal geschreven over phishing, hoe medewerkers dat kunnen detecteren en waarom ze niet op die linkjes zouden moeten klikken bijvoorbeeld. Hopelijk helpen deze stappen om in ieder geval een eerste stap te maken om de basisbeveiliging op orde te krijgen. Mochten jullie daar nog extra hulp bij nodig hebben of vragen, stel ze gerust of neem op een later moment contact op. Mocht je meer inzicht willen hebben in wat er nu verbonden is met de organisatie en wat voor verkeer er nou naar en van de organisatie naar buiten gaat, of mocht je meer hulp willen hebben met het beschermen van die systemen die nu ook bij mensen thuis staan, neem ook contact op. Wij hebben er ook mogelijkheden voor en diensten die erbij zouden kunnen helpen, waaronder ook onze Cyberhunter oplossing, die dus inzicht geeft in dit soort kwetsbaarheden. En ook helpt om snel die basisbeveiliging op orde te krijgen. Ik denk dat ook mijn tijd er nu aardig op zit. Dus dankjewel voor jullie tijd. Dan gaan we terug naar Marloes. Dankjewel Werner. Dankjewel Niels voor jullie presentatie. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van dit tweede webinar. Overigens zijn er deze keer ook weer veel vragen binnengekomen. Dank daarvoor. De vragen zullen we via een Q&A samenvatten, samen met de opname en de presentatieslides van dit webinar en via de mail aan jullie terugkoppelen. We hopen dat jullie meer inzicht hebben kunnen geven in welke praktische maatregelen rondom personeel en technologie je kunt nemen. Mocht je naar aanleiding van dit webinar behoefte hebben om het nieuws of Werner natuurlijk verder te sparren, dan kan je vrijblijvend contact met ze opnemen. Ik heb hierbij hun gegevens. We zullen ook de gegevens uiteraard aan jullie doorsturen. Heb je andere vragen over de impact van de coronacrisis? Dan kan je bellen met ons crisisteam. Zij staan elke werkdag van 8 tot 8 voor jullie klaar. Je kan ze bereiken op 088-676-9299. En daarnaast kun je onze website volgen voor up-to-date informatie. Zodra er weer een nieuw webinar is die we geven, brengen jullie daar uiteraard van op de hoogte. Dus hou je mailbox in de gaten. Maar voor nu, bedankt voor het kijken. Denk nog even aan het invullen van de enquête. En dan zien we jullie graag bij onze volgende webinar. Fijne dag.